delegatie, bestaande uit medewerkers van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en Financiën, heeft onlangs deelgenomen aan een driedaagse training op Trinidad en Tobago. Het thema was Public-Private Partnerships and Concessions, Design Implementation and Challenges. Het doel van deze training was om ambtenaren van het Caribisch gebied te trainen in het opzetten en uitvoeren van een Public-Private Partnership en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Ongeveer 40 deelnemers, afkomstig uit Guyana, Jamaica, Haiti, Trinidad, St. Kitts, Bahama's en Suriname, waren aanwezig tijdens de training die georganiseerd is door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB. Zo meldt het Nationaal Informatieinstituut, NII, in een persbericht. Public-Private Partnership, PPP, is een lange termijn samenwerkingsrelatie tussen de overheid en de private sector, waarbij er een gezamenlijk project wordt gerealiseerd met behoud van de eigen identiteit en verantwoordelijkheid. De introductie van PPP zal voor Suriname heel veel voordelen opleveren, met name bij het opzetten van duurzame investeringsprojecten zoals het bouwen van wegen, bruggen, luchthavens, havens, maar ook scholen, gemeenschappen en ziekenhuizen.